Een heel goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delfts Blauw. Ja, hallo. Goedemorgen. Hoe gaat het? Hoe gaat het met u? Goed. Een beetje moe van op het werk. Maar we hebben nu pauze, dus dat is al tiptop in orde. Ja, je hebt even de pauze gemaakt nu voor het interview. Ja. Dat vind ik heel leuk. Dat bewonder ik graag, dank je. Eventjes voor de luisteraar. Simon, wie is Simon? Eigenlijk een doodnormale jongeman. Ik ben eigenlijk gewoon muzikant. Daar is altijd mijn bloed gezeten. En ik ben nu muziek beginnen uit te brengen. Sinds 2 weken geleden eigenlijk. Maar ik ben eigenlijk al 10 jaar bezig met muziek. Ik heb de eerste keer dat ik mijn eigen materiaal buiten breng naar het volk. Ik zal het zo zeggen. Maar jij houdt natuurlijk, en het is positief bedoeld hoor, jij houdt wel van onderscheidende muziek. Ik heb muziek beluisterd vanmorgen nog van jou, dat is, is onderscheidend. Het is geen 13 in een dozijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is een beetje de outsider, het buitenbeentje zeg ik altijd. Ik ben dat ook altijd een beetje geweest. En ik luister ook naar die muziek. Heb je die persoon gekend toen de tijd, waar je over praat, de outsiders? Wat niet? Heb je die gekend? Want je zegt, het ligt een beetje in de muziek van de outsiders, hè? Ik ben eigenlijk altijd zelf een heel neutrale persoon geweest. maar ik luisterde dan zelf wel alternatieve muziek. Yeah. En deed dan niet mee met de popmuziek waar dat iedereen naar toe luistert. Dus vandaar dat weer Vada luistert, The Cure, New Wave. Yeah. Meer de oudere, melancholische drama eigenlijk, zal ik zo zeggen. Yeah. De single, de reden dat we jou hebben uitgenomen, is Someday. Vertel eens wat over dit nummer. Ik heb deze nummer uitgeschreven toen ik naar het nieuws aan het kijken was. En dat was juist de periode van Black Lives Matter. En die avond zelf had ik dan ook een film gezien in verband met de LGBTQ-community. En dan had ik besloten om een nummer te schrijven in verband met mensen dat denken dat ze raar zijn. Yeah. Dat ze niet normaal zijn. En daar gaat dat nummer ook over. En dat is voor die mensen geschreven, ook richting de politiek toe, van doe rap er iets aan conflicten, racisme, homofobie. Daar gaat dat nummer eigenlijk helemaal over. Goed, jij schrijft de meeste tekstjes, schrijf je zelf, hè? Ik schrijf alles zelf, ja. Ja. En dan moet je toch op een zeker moment, neem ik aan, want ik ben daar geen muziekschrijver, je moet toch constant geïnspireerd worden tot het schrijven van, of begrijp ik dat verkeerd? Dat is helemaal waar. Ik kijk heel veel films, En ik luister ook naar de songteksten van elke artiest, daar haal ik ook eigenlijk heel veel uit. Dus ik vind altijd wat thema's om over te schrijven. En ik ben heel empathisch, dus ik kan me heel hard toe in een rol. Welke muziekstroming, als ik vraag mag, inspireert jou het meeste? Bij mij zal het op een manier van aan. Dus puur Kurt Cobain, hoe dat die persoon in elkaar zat, die zijn teksten geniaal goed. En deze tijd is het vooral Bon Iver. Justin Vernon, de mens achter Bon Iver, ook een magnifieke mens. Maar dat kan ook van pop tot hip-hop gaan. Alle melancholische en zelfs bijna alle idolen die bijna gestorven zijn, die vind ik eigenlijk als een voorbeeld voor mijzelf. Ja. Voor de luisteraars die meeluisteren, zij die interesse hebben om meer te weten over jou, waar kunnen ze dat vinden, Simon? Momenteel kun je alles van mij, oftewel op Facebook, Instagram, ben ik vooral met Instagram bezig. Dat is Simon Music. En daar vind je ook de link naar mijn muziek toe. En toekomstige muziek komt daar ook op te staan. Binnenkort komt er ook een website. Dus ik ben op volle tijd bezig met alles op te zetten. Staat er nog meer op het programma? We hebben nu de single Someday. Is er nog wat meer nieuws in de komende tijd of niet? Momenteel hebben jullie de single gehad en de EP is ook uitgekomen, dus er zijn nog 5 extra nummers dat jullie kunnen beluisteren ondertussen.
En ik heb eigenlijk in die 10 jaar tijd dat ik met muziek bezig ben, ik denk dat ik nog meer dan 3 albums kan in de studio opnemen. Dus er komt zeker een vast met muziek aan. De muziek is toch de rode draad in jouw leven? Ja, ja, zeker. Zeker. Dat is alles wat ik kan weten. Helemaal niks verkeerd mee hoor. Mooi, eerlijk, is mooi. Goed. Eerst maar eens heel erg bedankt dat je vanmorgen hier live bij ons in het programma was. Ik had een vraag, zou je voor de afsluiting van dit gesprek, zou je zelf de single wel aankondigen voor de luisteraars? Dat zou heel goed zijn. Ja, doe maar. Oké, dat kan zijn beste mensen. Ik ben Simon. Het volgende nummer is Sunday en dat gaat over dat iedereen uit normaal is. Okay. Alsjeblieft. Oké, ik wens je nog een fijne woensdag en wie weet tot de volgende keer. Bedankt, groetjes, dag. Oké, dag hè. Dag. Dag.